Yo kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport nummer 6. Goed, race 3 van de 6. Morgen is het zover, jongens, want dan komt Forza Motorsport 7 uit. Maar die ga ik natuurlijk niet kopen, want ik wil er even mee wachten. Hij kost 65 euro, geloof ik, voor Xbox One. Ja, Xbox 360 hebben ze die niet, maar natuurlijk, jullie snappen mij wel, hè. Goed. Ik ben benieuwd. Vandaag heb ik ook niet zo heel veel tijd, dus we doen maar naar korte video. Misschien één race en dan nog een showcase. Dat weet ik ook niet, maar we doen sowieso eerst even deze. Oké. 3. 2, 1 en door. 12 van de 24 zijn. Dit is 1, ronde 1 van de 4. Oké. Nog steeds niet. Dat is een mooie prachtige tiende plek. Xbox One! Jongen! Ik weet ergens ook Xbox X, Xbox One S, Xbox One X bedoel ik, niet Xbox X. Ja, dat is zeg maar een nieuwere versie. Maar ik heb gewoon de Xbox One. Geloof ik. Oeh, twee tegen plek, hoppa! Waarom niet, joh? Oh shit. Oké, we zijn weer lekker op de baan. Ik ben weer botje van ik doe van dat je door hier kan. Zo geven we dan al 10 of nummer 1. We zijn al 3 minuten bezig. Met deze ronde. Rondes. Goed de bom. Okay, nice.
al naar 3 van de 4. Laatste ronde, jongens. Kom aan. Zo. Goed de bocht. Op zich rijdt hij best wel lekker deze auto. Oké, nice, lekker dan. Oh, het valt wel mee hoeven. Hoe staat flink achterstand. Dus nu kunnen we wel een coole move doen. Kan dan nu, ja, laatste ronde. Laatste. Hoppa, je mag draaien, dat wil ik. Geef mij die maar van 890. Oh, die gele wagen is ook heel mooi. Hé, een Corvette. 1500.000. Dat is een hele mooie wagen. Dat is even nat niet. Nee. Gaat die wagen op stoppen? Laat toch automatisch op. Oké. Auto's. Mijn auto's. Wat is dit hier? Dit kan ik helaas. Kijk, dat is de S-wagen al. Nice, dus dan hoeven we geen auto meer te kopen. Dat is positief, dat scheelt voor ons eigenlijk meer geld. En hoe meer geld dat je nu hebt, hoe duurder een auto dat je dan kunt kopen. Het is een D, oké, nice. Ja, we laten hem gewoon staan. Hoe heb ik nu gewoon de normale gedaan? Nou ja, boeien.
Zou die ook gewoon doen? Jawel, weet je wat? We doen gewoon die. Vergeet die showcase, we doen gewoon deze. Hier hebben we al een Forza Motorsport 4. Denk je niet. Ja, zullen we gewoon beginnen? Jawel, doe die maar. Gewoon doen. Hoppa, hun! Maar terug! Gas, lekker is dat! Dankjewel, vriend! Jongen! Beginnen we lekker. We plus hebben 24 van de 24. Dan we staan laatste, jongens. Dat we mee mogen maken. Laatste. Nou, dat is ook een geld hoor. Nou. 4 rondes. Ja, dan hebben we tijd zelf. Oké, ik heb weer te pakken. Kijk, ze rijden ook best wel flink achter voor elkaar. Maar ik heb weer te pakken, hoppa, doei! Deze wagen rijdt lekker, man. Hoppa, een gaal. Jij ook een gaal. Kijk nu, hoe staan we nu? 13e al. Nice. Oh, dit was lekker rijden, man. We rijden motherfucking 250 km per uur. Achtste. Nou, is toch wel net mooi. Lekker met de bok mee. Ik moet het voor rijden. Kijk, dit ook was iets cool dat je kunt zien. Dat ik ze kan inhalen, want dan we altijd al vrij snel eerst. En dat is toch wel een uitdaging. Vijfde, nou, 4-3, ik zie altijd nummer 1. Dus. Derde. Ik doe wel mee met de top.
staan nu tweede, dat is nummer 1 jongens. En dan als laatste beginnen. Dat is toch een knappe prestatie. Wel een aantal rondjes voor moeten rijden. Kijk, als er 2 laps waren, dan had ik het niet gehaald. Zijn we aan? Kan ik hem weer naar oké, daar. Die staan we eerst. En nu moet ik wat jas pakken. Hij zal me denk ik niet meer gaan inhalen. Daar heb ik nu een te vlug voorsprong voor. En nu kunnen we de wagen even testen. Die rijdt zo lekker, hè? Dat wil je niet weten. Oh, dat was niet goed. Check die prachtige berg, man. Hier rijdt het hard. Die banen dan man, dat rijdt echt lekker. Dat rijdt echt lekker. Zo. Het is zo lekker hè. Hoppa! De wolf tegenaan! Maar is lekker man, die rijdt echt heerlijk. 11.000 verdiend, Jezus! Je hebt gewoon een 5.000 CR, hoppa! 3 is 4, goed. Maar we gaan hem niet stoppen jongens. We hebben het heel mooi gedaan. Ik ga het hier zo bij laten. Kijk eens, ik hoop dat je een toffe aflevering vond. Woensdag zijn we dan natuurlijk weer terug. En dan hoop ik dat jullie... hoop ik dat jullie er dan ook bij zijn, toch jongens? Zo, kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot woensdag, hè, jongens. Mazzel!